We staan hier bij een woning die al ruim een jaar te koop staat. Hij staat te koop voor een bedrag van 275.000 euro. En er zijn weinig kijkers. Hier zijn we in de woonkamer, in het voorste deel van de woonkamer. De vloer is op zich redelijk, is een beetje verkleurd, maar is redelijk. En dan zien we de rare latten aan de zijkant. En dat is altijd mijn advies aan iedereen. Probeer latten te voorkomen. Adviseert jouw timmerman latten, stuur hem dan onmiddellijk de laan uit, want dan is het gewoon een grote prutser. Die zijn werk wel zijn prutswerkzaamheden op die manier wenst te verdoezelen. Nou, we zien dat hier een oude gaskachel staat. Ja, dat mijn advies aan iedereen die zijn huisverkoop klaar is, altijd weg met de oude gaskachel, tenzij die uiteraard goedgekeurd is. Deze is niet goedgekeurd. Mensen zijn als de dood dat ze overlijden aan een koolmonoxidevergiftiging, weg met dat soort dingen. Wat je ziet hier een schouwtje waar je op zich best nog wel iets aardigs mee zou kunnen doen. Een beetje het retro effect. En natuursteen is nu ook alweer in. Dan zie je een plankje. Ja, dan moeten we ook eens even kijken. Het doorbreekt de muur eigenlijk op een verschillende manier. En het is gewoon veel te smal in verhouding tot de hoogte van de schouw. We zien hier ook weer een raar lampje. Mijn advies is ook altijd van zorg dat de muur en het lampje, dat die qua kleur op elkaar aansluiten. En niet zoals hier dat het zo afsteekt. Met veel te lange draad eraan. Het oogt slordig, het oogt gevaarlijk. Je ziet hier het buizenwerk. Ja, is ook altijd heel erg zonde. Dat heb je natuurlijk wel vaker met oude woningen. Mijn advies is altijd, probeer dit zoveel mogelijk te verdoezelen achter gordijnen. Nou, deze gordijnen zijn basic gordijnen. Ze zijn ontzettend verkleurd, dus we gaan ze in ieder geval wassen. Daar kunnen we op zich nog wel wat mee. Maar ook gordijnroeders die scheef hangen. Mijn advies als je het huis gaat verkopen, doe daar iets aan. Want het oogt gewoon slordig en het oogt krakkemikkig. We zien hier een ontzettend leuke glas- en lood schuifdeuren. Een heel leuk element. En mijn advies voor glas en lood is dat je probeert de kleuren van het glas en lood zoveel mogelijk in de ruimte te laten terugkomen. Dan versterk je het effect. Wat wel jammer is, ik denk dat het niet de originele deuren zijn hier, want ze zijn te laag in verhouding tot deze ruimte. Hè. Dus de verhouding is niet goed, maar toch zijn ze een heel leuk decoratief element. Nou, ze zijn hier in het achterste gedeelte van de woonkamer. Hier zou je heel leuk een eetkamer van kunnen maken. Leuk uitzicht op de tuin. Ja, dan ook weer een uitzicht op de garage die er gewoon slordig uitziet. Het grootste probleem met de garage is dat hij een dak heeft van asbest. Mijn advies als je huis gaat verkopen en er komt asbest voor, hele dak eraf. Je bent voor 1500 euro klaar, dan wordt het allemaal op een veilige manier verwerkt. Maar een potentiële koper die vindt het heel erg griezelig vanwege alle risico's op asbestose. En het zal heel veel mensen afstoten die interesse hebben in een woning. Terwijl je dus voor 1500 euro het probleem opgelost hebt. Hier zijn we in de keuken van de woning. Ja, ontzettend gedateerd. En toch is de basis best in orde. Een enkele spoelbak. Als je een vaatwasmachine hebt, dan is een enkele voldoende. Is het geen vaatwasser in, dus dan zou ik altijd adviseren. Doe twee, maar goed, we gaan hier even uit van wat erin zit. We zien dan een houten keuken. En ja, dit doet ook best wel denken aan een leuke cottage. Maar dan moet het gewoon in andere kleuren zijn geschilderd. Hier kun je op zich heel veel mee. Ik zou voor de verkoop van een woning ook altijd adviseren van zorg dat de keuken er een beetje redelijk uitziet. Investeer daar niet te veel in, want een nieuwe koper zal toch eigenlijk vrijwel altijd de keuken eruit slopen en vervangen door een nieuwe. En datzelfde geldt ook voor een badkamer, maar we proberen het altijd fris uit te laten zien. Dus wat we hier gaan doen, is in ieder geval de keuken in lichte tinten schilderen. De kleuren zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, omdat het
niet zo'n hele grote ruimte is. Maar hij voldoet eigenlijk heel prima voor een keuken, maar hij is nu gewoon te onrustig. Nou, je ziet ook dit soort tegeltjes. Ja, heel erg gedateerd. En dan is mijn advies om dat met tegelverf in een egale kleur te schilderen. En zorg dat de tegelverf weer aansluit op de kleur van het blad. En op de kleur van de keuken zelf. En dan kunnen we daar iets heel leuks van maken. Hè? Qua styling kun je met dit soort raampjes gewoon heel leuk werken. Hier zien we de trapopgang die op zich heel aardig is. Doet een beetje denken aan de sfeer van een Engelse cottage. Wat we dan weer zien zijn de basisfouten. Hè? Daar zijn weer traptreden gebruikt. Ja, waarbij de een zilverkleurig is en de andere donkerblauw. Het geeft gewoon een heel onrustig beeld. En hier zie je ook weer ja, viezige koordjes. Dat, is, ja, dat vinden mensen vies, zo'n koord. En ja, hier moet je ook wel doen. Het behang dat zit los. Het kleurgebruik is redelijk, maar zou ik ook iets aan doen. Maar op zich, de basis van de trap is enig. Hè? Je zou er zelfs aan kunnen denken als het kerst is. Om hier dan bijvoorbeeld leuke guirlandes en kerstballen en dergelijke doorheen te rijgen. Dus je kunt een heel leuk effect met deze trapopgang bereiken. Eigenlijk het leukste onderdeel van het hele huis. Nou, hier zijn we in een van de slaapkamers. Hier zie je ook weer dat de vloer niet goed is. Hè? De vloer en de muren zijn altijd de basis. Je ziet hier dat er vloerbedekking op de grond ligt waar dan weer zeil overheen geplakt is. Een rare dikke naad zit er middenin. Ook de materiaalkeuze is heel erg achterhaald en voldoet volgens mij ook niet meer aan de veiligheidsvoorschriften. Ja, dan zie je dan weer zo'n ouderwets lampenkapje. Het schilderwerk is niet regelmatig, is niet mooi. En je ziet dat er verschillende kleuren gebruikt zijn. Dan zie je hier rommelige plankjes. De hele basis van deze ruimte is niet goed. Wat het voordeel van deze ruimte is, is dat hij heel knus kan worden gemaakt. Er zit best een leuk raam in. Er zit nog een klein raampje in de deur. En de vorm van deze ruimte is eigenlijk heel gezellig. Hier zijn we in een van de slaapkamers aan de voorzijde van het huis. Hier zien we ook weer de basis die niet goed is. De ongelijkmatige vloer. De slechte kwaliteit van het schilderwerk, de naden in het plafond. Hier zijn dan wel gipsplaten gebruikt. Op zich is dit ook weer een gezellige kamer. Je ziet hier ook weer ja, zo'n lamp die zo'n ruimte eigenlijk geen recht doet. Wat je hier wel hebt, wat het voordeel is, is dat er een mooie grote ingebouwde kledingkast in zit. Het is maar een kleine ruimte, maar daar heb je ook niet zo heel erg veel ruimte nodig. Want op zich kun je hier alles in kwijt. Maar ook die is weer, ja, smoezelig. Dus de basis is niet goed. Dit is eigenlijk de mooiste slaapkamer van het huis. Ook de grootste slaapkamer. Ook hier zien we weer de fouten die gemaakt zijn. De verkeerde lampenkapjes. Hier een of ander. Nou, onbekend. Onbekend plaatje. Dan hier zomaar in één keer een soort van steun. Waarvan niet bekend is ja, dat je in bed ligt, dat je omhoog kunt trekken. Misschien. We zien ook weer de basisfouten. Hè? De verlichting. Het elektrowerk. Wat allemaal op verschillende hoogte zit. Wat een ongelijkmatig effect geeft. Toch ook weer het positieve, centrale verwarming, fijn daglicht. Dan zit er weer zo'n heel vies, kijk hier maar, zo'n heel vies aluminium